Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben onder de hamer een belangrijke wet. Die gaat om... Aanvankelijk ging het echt om seksueel misbruik van kinderen te beschermen. Maar die wet is inmiddels uitgebreid. Dus ik ga het daarover hebben. Laat me beginnen met te zeggen dat we geen dag de krant openslaan of mediaberichten lezen en dat we zien dat kinderen seksueel misbruikt zijn. En daarom zeg ik, die uitbuiting en misbruik van kinderen heeft eigenlijk verontrustende proporties aangenomen. Ik heb vorige keer wat informatie gedeeld en het is de plicht van de samenleving, van de staat, van familie, om beschermende maatregelen te treffen. En deze maatregelen zijn dus noodzakelijk. Het is onze plicht echt om dat kind te beschermen. Tegen zichzelf, maar ook tegen anderen. We zien dat verdachten steeds brutaler worden. Ja? En kinderen kunnen... Juist vanwege hun onvolwassenheid, maar ook hun machteloosheid niet optreden. Dus dat betekent een extra zorg en plicht. Waarom die zorg en plicht nog eens een keer op ons is? Omdat de gevolgen van seksueel misbruik heel ernstig kunnen zijn. Het kan een kind heel ernstig remmen in haar ontwikkeling. En schade voor het leven. En daarom is een strafrechtelijke aanpak noodzakelijk. Maar die strafrechtelijke aanpak moet wel effectief zijn. En we zien dus dat de opkomst van internet, de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie, mogelijkheden biedt voor het vergaren en verspreiden van informatie en onderlinge communicatie makkelijk maakt. Maar de keerzijde van de medaille is ook dat digitalisering ook nadelen met zich meebrengt. Nieuwe verschijningsvormen van misbruik, fake informatie, vervalsen van informatie, photoshoppen. Maar ook daders en verdachten die in de relatieve anonimiteit kunnen blijven en misbruik kunnen maken. Fake accounts is hier genoemd, maar ook gewoon een valse naam kunnen aannemen. Maar ook vanuit het buitenland kunnen opereren. Want dat is eigenlijk de uitdaging binnen de digitale wereld. Dat daders niet in Suriname hoeven te blijven. Ze kunnen ook vanuit het buitenland opereren. Dus een hele belangrijke wet. Grooming is dus daarom heel belangrijk om te bestraffen. De vorige spreker heeft al duidelijk gezegd wat grooming is. Ik ga heel kort aangeven. Het is proberen via internet het kind te benaderen, verleiden, met het doel seksueel misbruik te maken. Het oogmerk, het gaat hier niet om slechts communicatie, maar het oogmerk bij grooming is heel duidelijk, ontuchtige handelingen plegen. En dat moet blijken uit de communicatie die gevoerd is tussen de dader van grooming of de verdachte van grooming en het kind om wie het gaat. De werkwijze is dat de dader een vertrouwensband opbouwt en dat kind in een bepaalde sfeer brengt van seksueel getinte opmerkingen, seksuele video's, foto's bekijken en dan misbruik probeert te maken, een afspraak probeert te maken. En in praktijk hoeft die afspraak er niet te zijn. Maar het feit dat het oogmerk daarop gericht was, wat uit die communicatie moet blijken, is al voldoende om dat strafbaar te stellen. Staat 4 jaren straf op met een geldboete. En als je er een gewoonte van maakt, 6 jaren. Vaak is het ook zo dat de strafbare grooming gepaard gaat met andere vormen van online seksueel misbruik, zoals het kind
pornografisch materiaal zei ik al bekijken, maar seksuele handelingen. Ontkleden voor de webcam, seksuele handelingen voor de webcam plegen, et cetera. En natuurlijk dekt de wet al een deel van die strafbare handelingen, maar het zijn zaken die niet losgekoppeld kunnen worden van elkaar. Voorzitter, mijn fractie en ik staan achter deze wet, maar wel onder de volgende opmerkingen en aantekeningen. Zeker wat betreft de drie nieuwe wetsartikelen die erbij zijn gekomen. En dat hebben te maken met opzettelijk en wederrechtelijk verspreiden van afbeeldingen van seksuele gedragingen, maar ook verspreiden van schokkende beelden. Laten we beginnen met de eerste opmerking die ik heb, is de leeftijd. Ik heb eerder de vraag gesteld aan de minister waarom de leeftijd van 18 jaar. En de minister zei van het is in het verdrag genoemd 18 jaar. En natuurlijk als overheid moeten we constante balans zien te vinden. Tussen enerzijds de bescherming van het individu, maar tegen anderzijds ook het recht op seksuele ontplooiing. En wat is die grens? In onze wetboek van strafvordering hebben we die grens al getrokken. En die grens is 16 jaar. Als iemand seksuele handelingen pleegt, verricht met iemand van 16 jaar en meer, zijn er in onze wetboek van strafrecht geen strafrechtelijke gevolgen verbonden. In deze wet wordt de leeftijd van 18 jaar gehanteerd. Dus als je hier het oogmerk hebt om seksueel misbruik te plegen met iemand die boven 16 is, dan is dat niet strafbaar volgens onze wet. Want je kan alleen communiceren 16 beneden. Dus dat is niet juist. Want waarom zou je dan iemand strafbaar stellen alleen voor het oogmerk, terwijl het gedrag zelf, de ultieme uitkomst, niet strafbaar is gesteld. Dus mijn voorstel is daarom, want we hanteren het beginsel in de wet, geen straf zonder schuld. En daarom zou ik willen voorstellen dat in deze wet de leeftijd teruggebracht wordt naar 16 jaar. Dat is een concreet voorstel welke ik doe mede namens mijn fractie. Een tweede opmerking die ik heb, voorzitter, is huwelijk. 15 jaar. We hebben in Suriname een situatie dat volgens ons huwelijksrecht een vrouw de leeftijd van 15 jaar in het huwelijk mag treden met een man die tenminste de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt. Maar als een man van 17 buiten echt seksuele handelingen verricht met een vrouw van 15 jaar, met haar toestemming kan hij gestraft worden. En dan kan hij 12 jaar, minimaal 12 jaar, of ten hoogste 12 jaar krijgen. Maar als iemand het voornemen heeft om te trouwen en uiteindelijk een geoorloofd seksueel contact zou willen houden via digitale wereld, en daar dus al voorbereidende gesprekken hebben plaatsgevonden, et cetera, is die persoon dan strafbaar? Stel dat het huwelijk niet meer plaatsvindt, is dat strafbaar? Hoe kijkt de minister hier tegenaan en hoe zal hiermee worden omgegaan? Ja. Dan heb ik de twee artikelen 292. Voorstel, laat me beginnen door te voor te stellen om in de wet de wijziging te plegen om deze twee artikelen niet te vernummeren naar 292b en 292c, maar te vernummeren naar 291 lid 4 en 291 lid 5. En waarom ik dit zeg? Omdat artikel 292 gaat om bescherming van minderjarigen. Deze twee artikelen ga ik ervan uit dat het gaat niet alleen om minderjarigen, maar het gaat om eigenlijk iedereen. Het gaat om verspreiden van beelden. En als ik verkeerd ben, dan hoor ik dat van de minister. Gaat artikel 292
B en C over minderjarigen of gaat het over volwassenen? Wat ik begrijp is dat het gaat over iedereen, ook over volwassenen. En als het over volwassenen gaat, dan zou ik het liever bij 291 willen plaatsen. Want inderdaad, 292 gaat echt om bescherming van kinderen. Als ik ga teruggaan naar 292b, zoals hier in ons voorstel is, voorzitter, dan zie ik dat daar strafbaar gesteld wordt, opzettelijk en wederrechtelijk, via digitale wereld, zeg maar, afbeelding van seksuele gedragingen. Anders dan bedoeld in 291 en 293. Maar mijn vraag is, wat wordt bedoeld met seksuele gedragingen? Want de hele discussie in de eerste, interruptie van de voorzitter van de commissie, ging hierover. Wat wordt bedoeld met seksuele gedragingen? Wat moeten we rekenen onder seksuele gedragingen? Zijn het beelden die naakte beelden zijn? Zijn het beelden waarop mensen actief seks bedrijven? Zijn het beelden die te maken hebben met innige omhelzing? Zijn het beelden die te maken hebben met alleen een kus? Wat is seksuele gedraging? En waar in die wet is dat omschreven? Want je kan het alleen strafbaar stellen als je die gedraging daadwerkelijk ook definieert en expliciet aangeeft wat onder seksuele gedraging bedoeld wordt. Dus dat mis ik in die wet en ik hoop dat de minister daarop terugkomt. In de beantwoording, en dan kom ik op artikel 292c, ja, daar gaat het om via de digitale wereld opzettelijk en wederrechtelijk verspreiden van schokkende beelden. En eerder heb ik de vraag gesteld, wat wordt bedoeld met schokken? In de beantwoording heeft de minister aangegeven dat met schokkend wordt bedoeld. Even terug. Ja, in elk geval zegt de minister, gewelddadige of bloederige afbeeldingen die zijn bedoeld om kijkers te shockeren of afschuw op te wekken of anderen aan te moedigen gewelddadige handelingen uit te voeren. Ja, mijn vraag aan de minister is, wat wordt bedoeld met, geldt dit ook dan voor de media? Want want communicatiedienst kan ook de media zijn. En media's draaien films waarin veel schokkende zaken, ja, schokkende beelden voorkomen, schokkende scènes voorkomen. Dus wordt dat hiermee bedoeld en wat is de consequentie daarvoor voor de hele samenleving? En is bij de voorbereiding van deze wet ook die doelgroep betrokken, de mediawereld hierbij. De televisiestations, de radiostations, et cetera, zijn ze betrokken en wat is hun visie daarover? En een tweede, wat ik wilde vragen aan de minister is, waar ik in elk geval voor zou pleiten, is dat we zeker verbieden beelden van personen die betrokken zijn bij ongelukken in Suriname en waar er nog geen, misschien niet eens sprake is van schokkend, maar waar er wel sprake is van schennis van de eerbaarheid. Zonder toestemming van iemand die daar ligt, die betrokken is bij een aanrijding, bewusteloos ligt, geen enkele invloed heeft op hoe de persoon daar ligt. Ja? Kleding misschien die geschoven is, gescheurd is, totaal geen bescherming is en dat direct daar mensen komen, foto's gemaakt worden en dat foto's in de krant geplaatst worden, maar ook dat via allerlei digitale kanalen die foto's verspreid worden. En ik denk dat dat ik wil dat het niet gebeurt, want een beetje respect is wel wat we minimaal zouden moeten hebben voor slachtoffers van. Maakt niet uit of het nou op straat is of
ongeluk is of ergens is, dat zou wel moeten. Ook in huis merk je dat zelfs mensen slachtoffer worden van criminaliteit en dat beelden gemaakt worden en dat die beelden eigenlijk op straat terechtkomen. Dus daar ben ik voorstander dat we dat aan banden leggen, zeker. Daar kijk ik uit naar de formulering door de minister, maar daar ben ik in elk geval voorstander van. En dan hebben we nog twee artikelen hierin, voorzitter. Dat is eigenlijk een artikel waarbij 187c zijn er twee leden in dit wetsvoorstel opgenomen, waar ik me helemaal in kan terugvinden. En dat is betreden van openbare, dus wederrechtelijk betreden van openbare ruimte, dus onrechtmatig betreden van openbare ruimtes. Dat is al strafbaar gesteld in artikel 187. Maar als blijkt dus dat hier schade veroorzaakt wordt door het wederrechtelijke binnentreden, dan is hier een straf voorgesteld van hoogste 5 jaren en een geldboete van de 4e categorie. En indien het feit gepleegd wordt met een terroristisch oogmerk of met het oogmerk van een of met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of te vergemakkelijken, wordt op het feit een gevangenisstraf, wordt die gevangenis van 5 jaar verhoogd met de helft. Ik zou zelf daar nog meer kunnen, de strafmaat zelf verhogen, omdat we dat niet willen. De schade kan immens zijn in publieke ruimte waar het publiek aanwezig is en dat we mensen onrechtmatig toegang verschaffen met een terroristisch oogmerk of een terroristische activiteit uitvoeren. De schade kan echt gigantisch zijn. Dus ik zou daar willen voorstellen dat we de strafmaat hebben van echt hoog, 10 jaren minimaal. Want alleen om af te schrikken dat mensen in elk geval door de strafmaat al afgeschrikt worden. Dus dat is mijn voorstel. En dan kom ik terug, voorzitter, op dat zijn de 3 of 4 artikelen in deze wet die ik heb behandeld. Ik kom dan op een ander punt dat we wetten maken en ik heb er geen moeite mee dat deze wet er is. Maar dan kom ik bij de handhaving van die wet. Hoe gaan we in de praktijk deze wet handhaven? Hoe gaat het onderzoek van grooming en die verspreiding plaatsvinden? En in de praktijk kan dit alleen plaatsvinden op basis van een aangifte. Dan is mijn vraag, minister, hoe gaat u dat stimuleren? Ik heb in de openbare commissie, daar heb ik ook al een vraag gesteld hierover. Maar hoe gaat u dat stimuleren? Hoe gaat u die aangifte stimuleren? Zeker jongeren, die hebben een barrière. En zeker wanneer het seksueel misbruik plaatsvindt, iemand die een familierelatie heeft of een band heeft met dat kind en dreigt, dan is dat niet zo makkelijk voor iemand om die aangifte te doen. Zeker voor een kind geen aangifte te doen. Dus daarom juich ik eigenlijk de meldpunten toe. Maar ik zou graag van de minister willen weten hoe hij dit gaat promoten en bevorderen. Maar als die aangifte komen, minister, dan moet het onderzocht worden. En dan zie ik dat daar de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden een conditio sine qua non is. Een voorwaarde om te onderzoeken. Want dan praten we al nu over internetsurveillance, observatie op openbare websites, inwinnen van informatie op het net en bij telecomproviders, zeker de IP-adressen zijn heel belangrijk, lokmiddelen, observatie. Sowieso inzet van technische hulpmiddelen om vertrouwelijke informatie op te nemen. Dat zijn allemaal bevoegdheden, opsporingsbevoegdheden, waarvan het gros wij nog niet geregeld hebben in onze wetboek van strafvordering. We kunnen nu volgens het wetboek van strafvordering beperkt informatie opvragen en dat kan alleen in een gerechtelijk vooronderzoek. Artikel 89 strafvordering en via dus de rechtercommissaris. En als de komst van de rechtercommissaris niet afgewacht kan worden, dan door de officier van justitie. Maar
De zorg blijft. Hoe gaan we dit in de praktijk effectief laten werken, deze wet? En zonder deze opsporingsbevoegdheden gaat deze wet een papieren tijger blijven, minister. Ik heb inmiddels al een initiatiefwet ingediend over bijzondere opsporingsbevoegdheden voor de politie. Die wet wordt bestudeerd door een commissie. Misschien is die wet nog niet helemaal perfect, maar ik zou in elk geval willen oproepen dat die wet, dat concept, dat initiatief dat ik heb gediend, verder versneld wordt aangepakt en dat het in behandeling komt, omdat het anders remmend zal zijn. Want het gaat erom dat je dit alleen maar strafbaar kan stellen als je praat over rechtmatig verkregen bewijs. Ik dacht dat het lid, Vreedzaam. Hierover zei van, kijk, het kan een communicatie zijn tussen een kind en de groomer, maar uiteindelijk moet je om die strafbaarheid te bewijzen, moet je kunnen vastleggen dat de intentie, het oogmerk was, dus het plegen van die ontuchtige verhandelingen. En dat betekent dat je moet overgaan tot inbeslagneming van die communicatie. Ook al is het gedeleerd dat je met technische hulpmiddelen die communicatie boven water haalt. En dan praat je al over bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dus mijn verzoek aan de minister is, hoe ziet de minister dat in de praktijk gebeuren? Wat is de tijdlijn van de minister? En een andere vraag die ik heb voor de minister is, dat groomers ook in het buitenland kunnen bevinden. En dan praat je al over samenwerking, internationale samenwerking en rechtshulpverzoeken. Want internet hoeft niet beperkt te zijn tot jouw eigen land. Dus hoe kijkt de minister daar naar? En tenslotte, voorzitter, kom ik aan het einde en dan denk ik, wat is het beleid? Wat is beleid bij de voorkoming en bestrijding van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen? In mijn optie is voorkomen beter dan genezen. En wij zouden beleid echt moeten gaan maken. Ik mis dat beleid helemaal. Bescherming van de rechten van kinderen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het bevorderen van samenwerking nationaal in de strijd tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen zouden doelen moeten zijn die hoge prioriteit genieten in het beleid. Het moet niet alleen een strafrechtelijke aanpak zijn, maar er zijn ook andere manieren. Strafrechtelijke sanctiebepalingen gaan niet effectief zijn, zeker als ik nu heb genoemd dat de randvoorwaarden niet aanwezig zijn. Maar we kunnen niet stilzitten als samenleving. De kranten staan bol van misbruik van kinderen en vrouwen en beide zijn kwetsbare groepen. Voorzitter, ik mis, en jongens natuurlijk, jongens en meisjes, ja, dus ik mis preventie en beschermende maatregelen. Ik mis strakke procedures van aangifte, onderzoek en begeleiding effectief te laten zijn, minister. Ik mis interventiemaatregelen en maatregelen die betrekking hebben op de nationale coördinatie en internationale samenwerking. Ik mis begeleiding van slachtoffers. Ik mis adequate voorlichting, minister. Maar bovenal mis ik prioritering in het financieel beleid. Er is een nieuw ministerie van Sport en Jeugdzaken onder uw regering in het leven geroepen, minister. En ik dacht dat jeugdproblematiek een grotere prioriteit zou krijgen. Maar helaas, ik moet zeggen dat dat niet is gebeurd. Het budget voor jeugdbeleid zou drastisch omhoog moeten gaan. Want wat er nu is, is volstrekt niet toereikend. Op een totale begroting van 14 miljard SRD heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken een budget van 52 miljoen SRD. Van deze 52 miljoen gaat 5 miljoen naar jeugdontwikkeling en jeugdprogramma's. En slechts 400.000 voor versterking en begeleiding van risicojongeren. Dit is ronduit belachelijk. Nog geen 0,5% van de begroting, terwijl 40% van onze samenleving bestaat uit jongeren beneden 18 jaar. Die verdienen een hoge prioriteit, regering.
Vooral als we kijken naar de omvang van de jeugdproblematiek, die risico's en die nadrukkelijker zijn dan ooit. Geweld, gokken, drank, schoolverlaters, uitbuiting van seksueel misbruik zijn grote risico's die onze jongeren lopen. Zeker in de fase van puberteit, waar kinderen onder druk staan van invloed van anderen, waar peer pressure, waar armoede om de hoek komt kijken en kinderen aangetrokken worden door mooie telefoons, mooie haarkapsels, mooie allerlei, mooie kleding, maar gewoon simpelweg eten of beltegoed. Dan denk ik dat we als samenleving een grotere plicht hebben en een grote verantwoordelijkheid hebben. Daar hebben we integraal beleid voor nodig en prioriteit voor nodig om die hulp en die interventie meteen te brengen. Dicht bij die samenleving, daar waar de risico's het hoogst zijn. Ik wil besluiten hiermee en ik hoop dat de regering dit ter harte neemt, zeker wat betreft jeugd. Dank u wel.